Humphrey Dundas van de ABOP heeft vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers aangegeven dat een mogelijke communicatiestoornis de reden is geweest dat er geen quorum is verleend voor de DNA-vergadering van gisteren. Het ging om de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het decreet uitgifte domeingrond en de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de zegelwet. Binnen de politieke top zijn er duidelijke afspraken. Op agenda stond, zoals we het kennen, grondconversie. En binnen de top zijn er duidelijke afspraken als het gaat dus om grondconversie. Wij als partij zeggen van er hoeft nog geen haast te geven aan de wet grondconversie. Omdat er binnen de samenleving nogal wat twijfels bestaat over de wet en onduidelijkheid bestaat over de wet. Verschillende maatschappelijke groeperingen hebben zich daarover ook geuit. Ja, zoals de FITS bijvoorbeeld. En op basis daarvan hebben we dus ook gezegd van luister, laten we het even parkeren. Laten we op een ander moment ook gaan kijken naar die wet. En dat was precies daar het signaal. En jammer dus dat het op zo'n manier een signaal gegeven moest worden. Dundas zegt dat de leiding van de partij een duidelijk standpunt heeft over grondconversie. Ten aanzien van de oproepen van de VAP en de ABOP aan leden om zich te laten registreren voor een stuk perceel, stelt Dundas dat het niet de bedoeling was om verdeeldheid te creëren. Zeker de voiceberichten van de vicepresident aan partijleden waren niet voor anderen bestemd, omdat de VP specifieke uitspraken heeft gedaan. Het blijkt echter dat ook niet-partijleden zich aanmelden. En dit wordt door de ABOP gezien als een positieve ontwikkeling.